Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb laatst dit konijntje gemaakt van Bokkenslijm. En toen had iemand gevraagd in de reacties of ik misschien dit een keertje door wil snijden als het al gedroogd is. En ja, ik ben natuurlijk altijd open voor nieuwe experimentjes en proefjes. En dat ga ik dan proberen vandaag. Maar dat ga ik niet met mijn konijntje doen. Alleen, ik heb hier nog zo'n bolletje. Dat had ik laatst gemaakt. Die is inmiddels ook al best wel hard geworden. Je kunt het nog een beetje indrukken, maar dat is het ook. En die zit verder gewoon heel erg vast. Ik kan hem denk ik niet zomaar uit elkaar trekken. Ik zal eens even voelen bij het konijntje. Ook daar is alles ondertussen wel goed hard geworden. Alleen het lichaam, dat is het grootste. Dat voelt dan nog het zachtste aan, wat wel logisch is. En de kleine onderdelen, die zijn heel hard geworden. Als ik hier zo voorzichtig eraan trek, dan gebeurt er ook niks. Ik denk dat als ik het met geweld zou doen, dat ik het er dan af kan trekken. Maar het zit dus best wel goed vast en ik wil helemaal niet dat mijn konijntje kapot gaat. En dan heb ik hier dat bolletje. Ik probeer dat eens eventjes uit elkaar te trekken. Ik ga er even met mijn nagels in. Maar ik denk dat dat helemaal niet gaat, want daar is die veel te hard voor. Dan probeer ik het eens eventjes met de schaar. Dat gaat ook niet zo makkelijk. Ik heb een kleine snee erin gemaakt nu. Maar zelfs nu, als ik hem heel erg hard uit elkaar trek, dan kan ik hem nog steeds niet helemaal uit elkaar krijgen. Dan probeer ik dit maar eens eventjes verder te knippen. Zo, gelukt. Van binnen zie je de structuur en dan zie je de piepschuime bolletjes erin zitten. Ze hebben ook verschillende groottes, zoals je hier kunt zien. En daartussen zitten allemaal kleine luchtbelletjes, dus dat is open. En natuurlijk zie je ook het roze slijm, maar dat is ook helemaal hard geworden. Dit is de andere helft, die ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Ook hier zie je dat ik er langs heb geknipt. Dus dat zijn allemaal opengeknipte piepschuime bolletjes. En van buiten ziet het er zo uit. Daar zijn ze nog heel. En hier binnen zijn ze dus doorgeknipt. Het was in ieder geval een interessant proefje. Zo uit elkaar trekken, dat kan niet echt. Daar is het te hard voor. Ik kan nog proberen om er een keertje een lange slang van te maken en om te kijken of ik die uit elkaar kan trekken. Want zo'n klein bolletje, dat lukt niet om hem uit elkaar te trekken. Daar heb ik niet genoeg kracht voor en dat is gewoon een onhandig vormpje. En jullie zagen het al, zelfs met de schaar was het best wel lastig. Ik hoop dat jullie dit proefje leuk vonden. Het was een klein experimentje, maar in ieder geval was het weer interessant om te doen. Misschien hebben jullie nog verdere wensen wat ik met wolkenslijm moet doen. Moet ik dat wat ik net heb gezegd gaan doen? Dus dat ik zo'n soort van slangetje maak van wolkenslijm en dat ik ga proberen om die uit elkaar te trekken? Of hebben jullie verder nog ideeën? Moet ik misschien wolkenslijm mengen met iets? Of moet ik een ander proefje ermee doen? Laat dat allemaal maar weten in de reacties. En verder, als jullie deze video leuk vonden, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk ook de video waarin ik dit konijntje maak. Dus die kun je nog bekijken als je dat nog niet gezien hebt. Abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!